goed is jullie Frans? Vrij slecht. Très bien. Ik botste onlangs tegen een clochard op Antwerpen-Zuid en hij zei touché. Ik zei, excuseer meneer, ik ging te snel vooruit. Hij zegt, c'est la vie, n'est-ce pas? Dat is de grand vitesse van aujourd'hui, dat is de panache, de wind in de zeilen, de kraan open en dweilen met onbezonnen blijheid, dat is de vrijgeleide als je jong bent, de va-et-vient van nouveau riche en bobo capitaliste die sans gêne hun dagen opsoeperen aan de crème de la crème van betaalbare cultuur en clair obscuur helden opgehangen aan de muur. Dat is de joie de vivre die uit uw ogen schijnt. Recht in de décolleté van het meisje met haar jamais vu lijntje, haar heerlijke derrière, een louche knipoog in uw richting en haar hand op uw revers. Het is zij, la fille de tes rêves, die u in de witte nacht meeneemt, u inlijft en u zonder pardon tot ver achter de grens van de bonne manière meedrijft. Carte blanche als revanche voor uw ingebeelde vrijheid. Het is zij die u klein krijgt, zij die eerst uw stoutste dromen en bêtise aan elkaar rijgt en u dan met een ketting van jaloezie naar de keel grijpt. Ik vind het nogal vaag, zeg ik. Allez vague, la mère qui ne dit rien ou bien n'importe quoi. Is dat niet Jacques Brel, denk ik bij mezelf? En hij zegt, nee, Jacques Brel, dat is een standbeeld in Brugge. We zijn dan goed, toi et moi, op zoek naar raison d'être. En jij zegt, ja chef, ik zeg ni dieu ni maître. C'est la vie, n'est-ce pas, het lijzig verstrijken van de tijd. Maar het is ook de spijt als de wijzer van het horloge u een adempauze later inhaalt en u treiterend voorbij glijdt. Omdat je niet erdoor, niet erover, niet eronder, niet erlangs, omdat je niet stil mocht blijven staan. Als je aarzelt, is het gedaan, zegt de vagebond. Die de nuance avant la lettre verzon, met de historische woorden. Après nous, la désillusion. Dank u. Dat was een klein Frans intermezzo. U bent zeer kalm, zeer bedeesd. Dat is goed. Maar het mag ook enthousiaster. Laat me dat zeggen. Mag ik vragen naar de tijd? Precies. De helft. Op de helft. Oh, perfect. Ik heb misschien nog iets langer doen. Wie houdt er hier van de ochtend? U houdt van de ochtend. Ik spreek niet. Het gericht heet ontbijt. Met de zon komt klapweekend ook het mensdom op. Uit spuigaten kruipen de bochelvrouwen, de joggers en de bloggers en iets later ook de draaideurmannen. Buikademhalend in een luchtbel van airco en Hugo Boss. Op dit uur zijn er nog geen hipsters of dichters te bespeuren. Ook geen Japanners. Zij liggen slapend te glimlachen kaarsrecht als een selfie-ster. Jingelend en jangelend nadert het peloton twee wielende snelheidshelden, zichzelf voorrang zwerend met bellen en vervloekingen alsof ze een religie vormen. Iedereen valt over iedereen, de hangende jeugd voorop. Ze kriskrast en weerwart en houdt geen halt voor passanten. Op sacramenten is het doorgaans toch veel te lang wachten. Dan bestrijkt een commune biobruine broodjesmensen de stad. Een lunchroom zit comfortabeler dan een kerk. Een quinoa kleeft niet zo op de tong als een hostie of een biecht. De vuilnisvreters zijn al gepasseerd, het bederf is keurig uit het frame geveegd. Her en der schuilt nog een dakloze voor het licht. Er zijn kolonies mieren, termieten, ratten en muizen die niet zo naarstig de dag verhaasten als wij. Niemand wil stilstaan, maar Phyllis beleidt men massaal in schapenwollen colijnen, drijfnat van Red Bull en koffie. Ontbijt is een hobby voor vatzige dwazen. Dank u wel.